Good morning, everyone. It's 10 o'clock. I think we could start. We are already 132, as I see in the list of participants, so around the number which registered for today's session. So good morning, everyone. Welcome to today's training session on the posting declaration portal for road transport. My name is Ivona Kasprzyksowa, and I'm the Senior Labour Mobility Officer at ELA, the European Labour Authority, which together with the European Commission is the host of today's session. Today, we welcome around 140 participants, among which representatives of the road transport operators from the European Union, but not only. There are also participants from Turkey and UK, as we have seen in the registration link. But we also have representatives of the national public authorities and some colleagues from other EU institutions. This is a second session on the posting declaration portal. As you have seen in the registration link, there were two identical sessions to choose between. The only difference was the languages provided into which the interpretation is provided. So on Tuesday, we have had another group of more than 200 participants. So as you can see, this week is entirely dedicated to you, to the road transport operators, in order to prepare you to use the posting declaration portal. ELA joins forces with the European Commission to provide training and information sessions ahead of February 2022, when the new rules on posting of drivers will be applied. ELA will also focus in its action throughout 2022 on road transport, which you will be informed about throughout our website and the social media channels. So I invite you to follow the European Labour Authority on LinkedIn, Twitter and Facebook, where we inform about future activities for road transport and also for you. Before I give the floor to my colleagues from the European Commission who will present the portal itself, I would like to give you some basic information about our today's session, which are the first housekeeping rules. Next slide, please. We will we're on the next slide, you will see the rules itself. Next slide, please. Our colleagues from technical support, do they hear me? Could you change? Okay, perfect. Thank you. So here we have the guidelines for the meeting. These are the rules you probably know by heart now, knowing that we mostly meet online. So in order to take the floor, please raise your hand. How you do that? On the lower bar at the bottom, you see a bar where a face with a plus is called reactions. Under the reactions, you will find the button to raise. Mogelijkheid met een smiley met reacties en daar kan je het handje kiezen. Vergeet niet je hand ook weer weg te halen wanneer je het woord hebt kunnen nemen. Anders zal je daar actief blijven staan. Dus als je niet aan het woord bent, schakel dan ook je microfoon uit. Dat is belangrijk met betrekking tot de vertaling. Dus probeer het ook zo kort en bondig mogelijk te houden. Dat is ook belangrijk voor de tolken vandaag. En dan nog een belangrijke richtlijn over je opmerkingen in de chat. Dus we vragen jullie om dat te doen, zodat iedereen ook de vraag kan zien. Dus het is beter om dat live je vraag te stellen. Maar als je niet aanwezig kan zijn of als je je hand niet kan opsteken of niet tijdig je vraag kan gesteld krijgen, dan kan je ook je vraag stellen in de chat en dan liefst in het Engels. Dan de vertolking. Zoals jullie weten hebben wij vertolking voorzien naar 7 verschillende talen. Romeins, Bulgaars, Nederlands, Italiaans, Deens, Frans en Tsjechisch. Maar door een technisch probleem is de technische vertolking te vinden onder Portugees. Dus dat is een heel belangrijke boodschap voor onze Tsjechische en Slovaakse collega's. Dus jullie moeten op Portugees schakelen om de vertolking te kunnen horen in het Tsjechisch. We hebben dit al aangegeven in de chat. We zullen dat blijven herhalen.
Dus Tsjechisch vinden jullie onder Portugees. Jullie weten waar jullie de vertolking ook vinden. Dat is ook in de balk onderaan, een hele lijst met talen. En jullie kunnen ook aanvinken om de originele audio te dempen, zodat jullie enkel de vertaling horen. Om onze tolken te helpen, spreek traag en voor je het woord neemt, zeg dan ook welke taal je zult spreken. Ter informatie, jullie zullen ook de presentatie later ontvangen en dan gaan we nu verder met de agenda van vandaag. Volgende dia, alstublieft. Volgende slide. Oké, dus onze trainingssessie zal 2 uur duren. Ik zal nu het woord geven aan de DJ Move. En zij zullen een korte inleiding geven. Dan zullen we het hebben over de nieuwe regelgeving en de nieuwe tools voor de detachering van bestuurders in wegvervoer. En dan gaan we over naar het praktische gedeelte van vandaag, dus hoe je dat portaal moet gebruiken. Daarna hebben we 40 minuten ongeveer voorzien voor een vraag- en antwoordsessie. Dus bereid jullie vragen voor deze sessie. En dan zullen jullie ook die hand kunnen opsteken om je vragen te stellen. Dus dan zullen we nu beginnen aan deze sessie van 2 uur. Ik hoop dat jullie jullie koffie hebben klaarstaan, want er is geen pauze voorzien. Dus dan geef ik nu het woord aan Eva Patsinska. Ja, u heeft het woord. Ja, dank je, Ivona. Hartelijk dank voor de inleiding. Goedemorgen, iedereen. Ik ben Eva Patsinska en hoofd van de eenheid wegvervoer in DJ Move. We houden ons bezig met de uitvoering van het mobiliteitspakket 1 bijvoorbeeld, waaronder ook de detachering van bestuurders valt. Dus ik ga heel snel even tot de kern van deze vergadering gaan. De training voor het nieuwe portaal. Dus dat wil ik even in de context plaatsen. Dus voor deze vergadering en de daaropvolgende acties. En ik wil de doelstellingen ook nog eens verduidelijken van deze training. De context. Ja, dat is de datum 2 februari 2022. Dan zal de nieuwe regelgeving rond de detachering van kracht gaan. Wat betekent dat nu? Wel, vanaf dat moment zullen bestuurders die wegvervoersdiensten aanbieden en die onder deze detacheringsregels vallen zijn, zullen het recht hebben vanaf dan om bezoldiging te ontvangen in overeenkomst met hun salarisniveau van de lidstaat waarin de diensten aangeboden worden. De bestuurders zullen ook aan verplichtingen moeten voldoen, met name over de controles aan de weg of op de weg, waar zij bewijs zullen moeten aanleveren van het vervoer dat ze uitvoeren en andere documentatie. Zij zullen deze bezoldiging moeten betalen. Deze bezoldiging zal moeten betaald worden aan de gedetacheerde bestuurders volgens dus het bezoldigingsniveau in die lidstaat. En er zullen ook administratieve verplichtingen zijn waaraan moeten worden voldaan, met name een verklaringsformulier inzenden aan de bevoegde autoriteiten. De autoriteiten van de lidstaten zullen ook moeten voldoen aan de regelgeving die op dat moment van kracht is. En ze zullen ervoor moeten zorgen dat die juist wordt uitgevoerd. Dan er om de verschillende groepen die onder deze regelgeving vallen, het leven makkelijker te maken, hebben we in de lex specialis, in de richtlijnen rond de detachering van bestuurders, hebben we tools ontworpen, elektronische tools ontworpen, instrumenten om hen te helpen aan die verplichtingen te voldoen, om die verklaringen bijvoorbeeld te verzenden. Dit kan gevraagd worden door de nationale autoriteiten van de lidstaten en ook om de lidstaten te ondersteunen
bij het voldoen van hun verplichtingen, administratieve verplichtingen rond de uitwisseling van informatie, de communicatie met operatoren en met de lidstaten en andere lidstaten. Dus deze tools, deze instrumenten, die zijn deel van het informatiesysteem interne markt. En de tool voor de operatoren is het publieke interface connected, verbonden. Het IMI-systeem, informatiesysteem interne markt. En we noemen dat het aangifteformulier portaal. Dus vandaag gaan we uitleggen hoe dit portaal ontworpen is, hoe het gebruikt kan worden of gebruikt zou moeten worden. En u weet misschien dat we er ook zijn in geslaagd op 9 december de uitvoeringsverordening aan te nemen. Daarin worden alle functionaliteiten van deze interface in het IMI uit de doeken gedaan. En dit werd natuurlijk ontworpen in overeenkomst met de functionaliteiten die werden aangenomen door de commissie op 9 december. Dus dat is de context, de doelstelling dan van deze vergadering. Zoals jullie misschien al hebben gehoord of gelezen, is deze vergadering... Ik ben nog iets vergeten te zeggen. Dus we hebben deze instrumenten ontworpen, deze tools ontworpen, om dit proces te faciliteren. Ze zitten nu in een laatste fase. Jullie zullen die kunnen gebruiken voor die regelgeving van kracht gaat in februari. Dus we hebben echt een grote stap vooruit gezet sinds het mobiliteitspakket nummer 1. We willen deze tools tot bij jullie brengen en zo gebruiksvriendelijk maken als mogelijk. En ik ben er zeker van dat wij voor de deadline klaar zullen zijn. Nog één ding dan over de trainingsacties. We hebben ook beslist om aan u en aan de lidstaatinstanties trainingssessies aan te bieden om u deze nieuwe tools te leren kennen. En de doelstelling van de meeting van vandaag is dus om u deze IMI, om dat portaal voor te stellen en om stap voor stap uit te leggen hoe dat werkt, alsof u eindgebruikers waren, alsof jullie de eindgebruikers waren van dit portaal, en uit te leggen hoe dat werkt om u van de kennis te voorzien, maar ook na deze sessie van trainingsmateriaal te voorzien, zodat u deze kennis ook verder kunt verdelen onder collega's en vervoersoperatoren. Deze vergadering is dus een eerste stap binnen een systeem van 3 stappen. Een training van 3 stappen. Dus we willen de trainers trainen. Daarom zijn de vertegenwoordigers van de operatoren uitgenodigd en niet de operatoren zelf. We vinden het dus efficiënter om de trainers te gaan opleiden. En we willen dus een pool van experten gaan creëren. Dat zijn jullie die deze kennis verder gaan verspreiden en die de operatoren in de desgevallende lidstaten zullen opleiden. Jullie kunnen daarvoor gebruik maken van allerhande trainingsmateriaal. Dat zal voorzien worden in jullie eigen nationale taal. Dus dat is de doelstelling van vandaag. Jullie zijn hier om te leren en om te leren hoe jullie kunnen lesgeven. Dus het gaat niet enkel over het trainen en het verspreiden van de kennis. Dat zijn jullie taken voor na deze sessie, maar we verwachten ook van jullie dat jullie het eerste contactpunt zullen zijn voor vragen van deze operatoren. We zullen op een bepaald moment ook een helpdesk creëren voor technische vragen. Een helpdesk voor vragen over het beleid, over de wetgeving, over hoe die wetgeving te begrijpen is. En voor dat gebeurt, verwachten we van jullie dat jullie dus dat eerste contactpunt zullen zijn. Als er moeilijkere vragen komen, dan zullen jullie ons natuurlijk kunnen contacteren en dan zullen wij jullie ook een e-mailadres geven waarnaar jullie vragen kunnen verzenden.
Dus dat zijn onze verwachtingen over jullie deelname van vandaag en de opvolgingstraining die zal plaatsvinden in januari. Wat jullie kunnen verwachten van ons naast deze training en de opvolgtrainingssessie? Wel, wij zullen toegang verlenen tot het portaal, voor de niet-productieomgeving van dit portaal, zodat jullie dat ook zelf zullen kunnen uittesten, hoe jullie een account kunnen aanmaken, hoe jullie zo'n detacheringsverklaring moeten invullen en zo verder. En we zullen jullie ook de mogelijkheid geven om feedback te geven. Feedback over jullie ervaring met dit portaal. En om jullie te helpen training te voorzien aan jullie nationale operatoren, zullen we ook videotutorials voorzien die stap voor stap uitleggen hoe het portaal kan worden gebruikt. Die zullen vertaald worden naar alle talen van de EU en die zullen op één website verzameld worden waar dus al het relevante trainingsmateriaal zal verzameld zijn. Dat zal allemaal gebeuren in januari, want dit materiaal moet dus eerst allemaal nog vertaald worden voor we ze beschikbaar kunnen maken voor jullie. Dus ik hoop dat dat allemaal duidelijk was. Dus de doelstellingen van deze trainingssessie, van de vervolgactiviteiten, onze verwachtingen en wat jullie van ons kunnen verwachten. Ik denk dat het echt belangrijk is om het te verduidelijken voor iedereen dat deze training zo efficiënt mogelijk moet verlopen en dat de kennis over het gebruik van het portaal, dat die zo breed mogelijk verspreid wordt tot bij de eindgebruikers van het portaal. En daar ga ik het bij houden en dan geef ik het woord aan mijn collega Ines Magaar, die de juridische kant van de zaak zal toelichten. Hartelijk dank. Thank you, Eva. Hello, my name is dank u. Ik ben Ines Magaar en ik ben beleidsmedewerker bij de Europese Commissie in de DG MOVE. En ik was betrokken bij de ontwikkeling, samen met andere collega's natuurlijk, bij de ontwikkeling van deze nieuwe tools die jullie zullen gebruiken. Dat is onderdeel van de nieuwe regelgeving rond het detacheren van bestuurders. Dus ik zal die vandaag wat verder toelichten. En dan met name de tool waar we zo hard aan hebben gewerkt om die zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. En tegelijkertijd te voldoen aan alle functionaliteiten van de wetgeving. Dus van mijn kant zal de presentatie zich echt focussen op de verschillende procedures en de verschillende administratieve stappen die moeten worden doorlopen door bedrijven in het kader van deze nieuwe regelgeving die van kracht zal gaan begin februari 2022. Ja, ik ga jullie aanspreken alsof jullie die bedrijven, alsof jullie die operatoren zijn. Dus probeer jullie echt in die operatoren te verplaatsen en je te bedenken wat zij allemaal zullen moeten doen vanaf februari 2022. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Dan gaan we verder met de volgende slide. Perfect. Dus voor we ingaan op de procedure zelf en de nieuwe vereisten, wilde ik mijn presentatie starten met jullie even te herinneren aan waarom deze nieuwe richtlijn werd aangenomen en waarom we deze nieuwe tools hebben voorzien. Zoals jullie weten zijn de regels rond de detachering van bestuurders dat dateren van 96-1 en dat die dus over betrekking hebben op het Europese transport. Maar we hebben gezien dat er uiteenlopende nationale regelgeving was in de verschillende lidstaten en dat heeft geleid tot ongecoördineerde maatregelen, juridische onzekerheid en een administratieve last voor bedrijven. En dat is waarom de commissie een lex specialis heeft voorgesteld over de detachering van bestuurders. Dus het is een reeks regels die betrekking heeft op de transportsector, op het wegvervoer met name.
En het heeft geleid tot de aanname van de regelgeving 2020/1057, die jullie allemaal kennen. De datum waarop die van kracht zal gaan, maar ik ben er zeker van dat jullie die datum ondertussen van buiten kennen, is 2 februari 2022. En op dit moment zullen de gedetacheerde bestuurders moeten betaald worden volgens de bezoldigingsregels van de gastlidstaten waar zij hun activiteiten uitvoeren. En dus onder de detacheringsregelgeving. Wat zal veranderen voor jullie als bedrijven, is dat er echt een geharmoniseerde uitvoering zal zijn. Dus een geharmoniseerde reeks administratieve vereisten waaraan moet worden voldaan. En dat is waarom we dit openbaar interface hebben ontwikkeld. Dat werkt met het informatiesysteem interne markt. En het zal een openbaar portaal zijn en zal het makkelijker maken om aan alle vereisten te voldoen, ook met inbegrip van de nieuwe regelgeving rond de detacheringsverklaring. Dus er zal een gesloten lijst beschikbaar zijn met alle vereisten. Niks meer, niks minder, zal ik vandaag ook voorstellen aan jullie. En iets dat jullie misschien ook al kennen, is de verplichting van bedrijven om een vertegenwoordiging te hebben in de lidstaat waar de bestuurder gedetacheerd wordt. Dus ook de taal spreken van deze lidstaat. En met de nieuwe richtlijn, met de nieuwe regels, kan dat niet langer het geval zijn. Dus nog een belangrijk doel dat wij willen bereiken, een doelstelling dat wij willen bereiken. De tolk hoort de oorspronkelijke audio niet langer. De audio is niet langer te horen. Opmerking van de tolk. De tolk kan de spreker niet meer horen. Thanks to the new rules, they will be sent a posteriori via... dear Ines, yes, could you please stop for a second because there is a problem with interpretation. Okay. We will try to fix it. In the meantime, if I may ask everyone to choose the language they speak, okay? So if you speak English, please press on English as well, okay? Because I suddenly had to check when you were speaking in under English, so just not to... Okay, so I think now we're stepped back again with everything. So, okay, Ines, apologies for this disruption, but please start again. No worries. So I will start again from the importance of distinguishing between checks at the roadside and checks at the premises. Ivona, I see you want to speak. No, everything's fine. Tell me if I need to stop. Ines, sorry, there is still a problem. Okay. There is still a problem. I hear Dutch. I hear now Dutch under English. Mijn excuses. Ik zat op het verkeerde kanaal. Dus u zou me nu moeten horen op het Nederlandse kanaal. No worries. Okay. Just a second. I will confirm shortly when the problem is solved. Ik kom meteen terug als het probleem opgelost is. Dear Ines, could you also choose English on your computer? Of course, yes. Okay. Ines, kan je ook Engels op je computer instellen, alsjeblieft? Ik wacht nog even op de bevestiging. Ik verontschuldig me voor deze problemen. Ja, dat gebeurt soms wel eens met al deze talen. Goed. Ik denk dat het nu zou moeten lukken. Even checken. Goed. Ik
wil in ieder geval de tolken al bedanken voor al hun harde werk met al deze technische termen die ze ook moeten vertalen. Maar goed, nu lukt het allemaal perfect in het Engels. Ik denk dat ook andere talen werken. Die feedback krijg ik nu ook. Als er nog problemen zijn met andere talen, schrijf het even in de chat. Hè. Dat is een bericht voor alle talen. Hè. Dus als je toch problemen hebt met de vertaling, dan schrijf je het even in de chat. En schrijf het bij voorkeur in het Engels in de chat, want niet iedereen schrijft het. Verstaat het natuurlijk in het Nederlands of in een andere taal. Goed, hartelijk dank in ieder geval. Ines, je mag verder gaan. Goed, dan kom ik nog even terug op dat laatste punt. Hoe belangrijk het was bij deze nieuwe regels om echt een onderscheid te maken tussen wat kon worden gecontroleerd op de weg en ter plaatse, dus a posteriori, dus via de uitwisseling van documenten tussen het bedrijf en de lidstaat van ontvangst. En waarom? Omdat het echt heel erg belangrijk is om ook op de weg zo efficiënt mogelijk te kunnen controleren. En je kan daarom de bestuurders niet vragen om een hele reeks documenten bij zich te hebben, heel jaar lang. De loonbriefjes, arbeidscontracten en dergelijke meer. Dus die documenten om te controleren of die bestuurders worden betaald, ook in de lidstaat van ontvangst, dat wordt dus via die interface allemaal gecontroleerd, al die documenten. Goed, volgende slide alsjeblieft. Goed. Er lijkt een probleem te zijn met de Italiaanse vertaling, als ik dat goed zie in de chat. Zal ik even stoppen dan? Ik kijk even bij onze technici. Het lijkt een beetje een algemeen probleem te zijn voor het Italiaans. Kan de Italiaanse tolk ons horen? Kan die even tussenkomen? Dan kunnen we iets zeggen. Kan iemand van de Italiaanse cabine even wat zeggen? I nostri interpreti italiani, per favore. Okay. Dit is de Italiaanse tolk. We hebben geprobeerd het probleem met de Tsjechische cabine op te lossen. En in dat proces werd ik er eigenlijk uit gegooid. Dus ik praat nu even on the floor via de andere link, via onze relay link. Dus niet in de Italiaanse cabine zelf. Oké. Ik vertaal het wel vanuit mijn andere devices. Sorry, je had me eigenlijk moeten toewijzen op mijn andere device. Maar goed, dat lukt wel op hier ook. Geen probleem. Nogmaals, onze verontschuldigingen. Hopelijk gebeurt dit niet nog eens. Herbegin nog even, Ines, alsjeblieft. Hier zie je. En voor we verder ingaan op de details van de volgende stappen en de dingen waaraan je moet voldoen wanneer je bestuurders detacheert, wil ik toch even wat inzoomen op de nieuwe tools, zodat jullie daar ook helderheid over hebben. U heeft het al gehoord, het is het IMI, dat is het informatiesysteem interne markt, en er is een nieuwe openbare interface die daarmee verbonden is. Dat is wat we noemen het portaal. En voor jullie als bedrijf is het bijzonder belangrijk, deze openbare interface. Want dat is de plaats waar je de detacheringsverklaringen voor bestuurders zal kunnen indienen wanneer die worden gedetacheerd naar andere lidstaten. En ik wil er
op drukken, dat deze interface echt uitsluitend voorbehouden is voor de wegvervoerondernemers. Dus de lidstaten die kunnen daar niet tussen beiden komen. Dus het is echt voor jullie om informatie in te dienen bij bepaalde lidstaten. En uiteraard niemand anders kan dat zien. En hier ga je dus informatie over de bestuurders, over de bedrijven invoeren. Dat is allemaal op een veilige manier. En dat is dus voornamelijk voor wegvervoer ondernemers. En dan is er nog een andere tool voor de lidstaten. En die tool, dat is het IMI-systeem. En dat is enkel voorbehouden voor de lidstaten. En als er nu de lidstaten ook meekijken en ook deze training opnieuw gaan gebruiken, de informatie die daarin staat, is alleen maar zichtbaar voor de lidstaten. En de bedrijven die kunnen uiteraard niet zien wat in dat informatiesysteem interne markt staat, IMI. En ook als je een verzoek tot bijstand hebt vanuit de lidstaat van ontvangst naar de lidstaten van de vestiging, dan is dat onbeveiligd en dan is dat ook niet zichtbaar. Dat zijn twee parallele tools die wel met elkaar communiceren, want deze interface kan natuurlijk wel communiceren met IMI en omgekeerd, dat spreekt voor zich, maar het is volledig privé beveiligd langs beide kanten. Goed, volgende slide. Oké, en dan gaan we nu even kijken naar de handhaving van de detacheringsregel, stap voor stap. Wat betekent dit nu voor bedrijven? Volgende slide, alsjeblieft. Goed. U bent een bedrijf dat een bestuurder wil detacheren naar een bepaalde lidstaat. Wat moet u nu doen? Zoals u weet, bent u verplicht om een detacheringsverklaring in te dienen bij de autoriteiten van de lidstaat waar de bestuurder wordt gedetacheerd. En dat hoort u te doen uiterlijk bij het begin van de detachering. Dus als uw bestuurder al gedetacheerd is in een bepaalde lidstaat, dan kan u geen verklaring meer indienen. Dus na de detachering of tijdens de detachering. Nee, dat moet gebeuren uiterlijk bij het begin van de detachering. Je moet ook de meertalige openbare interface verbonden met het IMA gebruiken. Dat is die interface waarover ik het daar net al heb gehad. En daar zal u dan zien. Het is dus, zoals ik al zei, meertalig. Dus, en waarom? Wel, omdat het dus beschikbaar zal zijn op in alle EU-talen. En zo kan u de informatie van de detacheringsverklaring in uw eigen taal indienen. En dat is ook natuurlijk om te kunnen communiceren met de lidstaat van ontvangst in uw eigen taal. En de lidstaat van ontvangst, wanneer die uw berichten ontvangt, wel dan zullen die automatisch worden vertaald in de door hen geselecteerde taal. En dat is misschien nieuw ten opzichte van wat u gewoon bent onder de vorige algemene richtlijn in zaken detachering. Nu, wat zijn de minimum en maximum periodes die hieronder kunnen vallen onder zo'n detacheringsverklaring? Je kan dat doen voor een periode van 1 dag tot maximaal 6 maanden. Wat betekent dit nu? Als u weet dat uw bestuurder in de komende maanden regelmatig zal werken in een bepaald lidstaat, dan kan je een detacheringsverklaring voor 6 maanden voor die bestuurder in die lidstaat indienen, zelfs wanneer die bestuurder niet constant is. Maar dan voldoe je wel aan de vereisten van een geldige detacheringsverklaring voor die bestuurder in die lidstaat. 1 verklaring
Dat is heel belangrijk. Eén verklaring geldt maar voor één bestuurder per lidstaat. Dus het is niet mogelijk om één verklaring in te dienen voor meerdere bestuurders. En daar is een eenvoudige reden voor. Bijvoorbeeld u als exploitant, u bent verplicht om detacheringsverklaringen up-to-date te houden. Dus u mag niet het risico nemen van ongeldige detacheringsverklaring wanneer informatie voor één bestuurder bijvoorbeeld incorrect is. Dus het is dus duidelijk een verklaring per bestuurder, per lidstaat. Maar verklaringen kunnen makkelijk worden gedupliceerd. En dat zal u zien in de volgende presentatie. Eén keer u die verklaring heeft, zeg maar, u weet bijvoorbeeld dat de bestuurder zal worden gedetacheerd naar Frankrijk en Duitsland in dezelfde periode voor ongeveer dezelfde activiteiten. En u heeft al de verklaring ingevuld of de verklaring ingediend voor Frankrijk, dan kan je die informatie weer ophalen, weer gebruiken en gewoon de lidstaten veranderen en Frankrijk wijzigen in Duitsland en het zo indienen. Dus u hoeft niet al die informatie van nul af aan opnieuw in te vullen. Het is dus best eenvoudig om verklaringen te dupliceren. En dat zal volgens mij echt wel steken. Nu, de detacheringsverklaring geldt ook voor een bepaalde periode en niet voor elke operatie of activiteit. Ik denk dat dat duidelijk is uit wat ik al heb gezegd, maar ik krijg heel vaak die vraag en daarom wil ik dat toch even herhalen. Je hoeft op de detacheringsverklaring niet elke aparte activiteit te vermelden die wordt uitgevoerd in de lidstaten. Je hoeft het niet te zeggen, bijvoorbeeld cabotage, die in dat voor zoveel dagen. Nee, je kan het dus gewoon doen voor een periode, bijvoorbeeld 6 maanden. Dat is denk ik het makkelijkste. Zelfs als je misschien weet dat je maar 4 of 5 dagen op dat grondgebied zal zijn van die lidstaat in de komende 6 maanden. Maar die detacheringsverklaring is echt gewoon een soort van aankondiging dat je gedurende die periode een bestuurder naar daar zal sturen, zal detacheren voor bepaalde activiteiten. En op die manier ben je dus goed gedekt. En dat is ook mijn advies voor u, om echt voor een periode van 6 maanden dat in te vullen. Zelfs wanneer die bestuurder niet constant die activiteiten uitvoert gedurende die hele 6 maanden. Maar zorg er gewoon voor dat u dat document heeft. En als er dan iets verandert in de planning en de bestuurder wordt last minute nog naar die lidstaat gestuurd, dan is die toch op zijn minst gedekt. En ik heb ook heel vaak al de vraag gekregen, wat gebeurt er nu met het vroegere nationale systeem, zoals bijvoorbeeld voor Frankrijk of voor Oostenrijk. Daar hadden ze ook een portaal. Wat gebeurt daarmee met die verklaringen daar nu? Dat wil ik heel duidelijk stellen. Die systemen, die nationale systemen, die jullie tot nu toe hebben gebruikt, die zijn niet meer van toepassing voor de detachering van bestuurders in het wegvervoer vanaf februari. Dit portaal is de enige tool die jullie nog kunnen gebruiken. En in de volgende presentatie krijgen jullie daar meer informatie over. Dus dat betekent dat als jullie vandaag een verklaring hebben ingediend voor een periode tot in mei, dan is die verklaring ongeldig vanaf 2 februari. En dan moet je dus een volledig nieuwe verklaring gaan indienen in het EU-portaal. Uiteraard. Als je in een van die lidstaten waar je normaal gezien een detacheringsverklaring indiende via het nationale systeem, zij kunnen je eigenlijk niet vragen om die verklaring nog altijd te blijven indienen via het nationale systeem vanaf 2 februari. Want vanaf die datum is het enige systeem dat je daarvoor kan gebruiken voor geldige detacheringsverklaringen, met name het EU-portal.
die interface. Volgende slide. U als bedrijf, hè, welke informatie moet u nu allemaal invullen? U moet een account aanmaken. En daar moet de identiteit van de exploitant worden ingevuld. Ook de gemeenschapsvergunning waar het nummer is, beschikbaar is. Hè. En je moet ook de contactgegevens van de transportmanager invoeren. En je hebt ook de mogelijkheid om de contactgegevens van een andere persoon in de lidstaat van vestiging in te voeren. En dit is echt om u toe te staan. Kijk, als je bijvoorbeeld zou weten dat de transportmanager een bepaald bedrijf zich bekommert om die detacheringsverklaringen, dan zou u zijn of haar gegevens kunnen invoeren voor het geval dat bij wijze van controle deze persoon zou worden gebeld. Maar goed, dat is aan u zelf om te beslissen hoe u zich op dat vlak intern wil organiseren. U moet ook de identiteit van de bestuurder opgeven. Dat moet u maar één keer doen, uiteraard. En dan is het bestuurdersprofiel bewaard. En uiteraard, je moet ook de startdatum, begindatum en de einddatum van de detachering invullen. Dus een maximum periode is dus 6 maanden. Je kan ook geen langere periode invoeren. Dat is geblokkeerd door het systeem. En je moet ook nog informatie geven over het arbeidscontract, begindatum en het toepasselijke recht daarvan. En je moet ook de nummerplaten van de betreffende voertuigen opgeven. En als de bestuurder in de periode van detachering van voertuigen verandert, dan kan je ook meerdere nummerplaten indienen of invoeren. Oké, goed. Ik wou nog iets anders zeggen, maar dat ben ik nu even vergeten. Ik kom er straks nog op terug. En ook informatie over de uitgevoerde transportdiensten. Dat is heel makkelijk. Hè. Bestuurder vervoert goederen of passagiers of doet cabotage operaties of activiteiten of internationaal vervoer. En internationaal vervoer, en u bent daar misschien meer vertrouwd mee. Wij noemen dat ook cross-trade. En mijn Poolse bestuurder doet bijvoorbeeld iets van Frankrijk naar Duitsland. En dat noemen we dan wat wij cross-trade noemen. Volgende slide. Goed, de bestuurder is dus gedetacheerd. En dan moet je dus weten welke documenten moeten worden bewaard en moeten kunnen worden voorgelegd op de weg. Dus als exploitant moet u ervoor zorgen dat uw bestuurders een lijst van documenten beschikbaar hebben. En de bestuurder moet er dan voor zorgen dat hij die documenten bijhaalt en ook beschikbaar stelt op verzoek. Dus de bestuurder moet de detacheringsverklaring, die is ingediend via het portal, hebben, dus op papier of elektronisch. En ook de tachograafstukken en ook nog bewijs van de transportactiviteiten. Dus dat moet allemaal in de vrachtwagen beschikbaar zijn om te voldoen aan die nieuwe detacheringsregels. Volgende slide. Nu, de bestuurder is aan het rijden, wordt op de weg gecontroleerd door de autoriteiten van de lidstaat van ontvangst, dus waar hij wordt gedetacheerd. Dus wat gebeurt er? Tijdens een controle moet de bestuurder de detacheringsverklaring voorleggen, ofwel op papier ofwel elektronisch, en ook de verschillende documenten waar ik het daarnet over heb gehad, bijvoorbeeld de tachograafstukken. En u zal ook zien dat bij elke detacheringsverklaring een QR-code zit. En die QR-code zal worden gebruikt tijdens die controle op de weg. Want de autoriteit zal dan de geldigheid van de verklaring en de authenticiteit van die verklaring kunnen controleren door die QR-code op de detacheringsverklaring te scannen. En
Dus dat zien ze dus op hun scherm. Ze hebben waarschijnlijk een notepad of ze doen dat op hun telefoon. En dan zien ze meteen of de verklaring geldig is of niet. En als die geldig is, allemaal prima voor jullie. Als die niet geldig is, dan zijn er twee scenario's. Ofwel worden de QR-code gewoon niet erkend en dan is het een valse verklaring. En dat betekent dat je die verklaring gewoon gekopieerd en geplakt hebt van elders. En ik ben ervan overtuigd dat niemand dat zou doen. Maar goed, wij zijn in ieder geval voorbereid op die mogelijkheid. En een ander scenario van wat ze kunnen controleren is, kijk, de QR-code wordt gescand, is geldig ook. En dan hebben ze ook meteen toegang tot alle informatie die werd ingediend via de interface verbonden met IMI. Ze kunnen dat dan gaan controleren met de informatie die ze voor zich liggen hebben. En als er dan verschillen blijken, dan kan dat ook betekenen dat de verklaring vervalst werd en dan kan de bestuurder en het bedrijf worden beboet hiervoor. En het is dus heel belangrijk voor jullie dat jullie up-to-date verklaringen hebben om voor te leggen bij controles op de weg. En de bestuurder heeft het recht om dat ook op papier voor te leggen of in elektronische vorm. En de autoriteit kan dus die formats niet weigeren, die moet ze sowieso aannemen. En dan is er ook nog een functionaliteit, mijn collega zal dat meteen tonen, dat rechtstreeks naar de bestuurder kan worden gemaild. Dat maakt het u dan makkelijker. En dan stap 3, de autoriteit van de lidstaat van ontvangst, die heeft gecontroleerd, die kan achteraf nog een verzoek voor documenten sturen via IMI, dus naar het bedrijf, naar u, om te controleren dat de bestuurder de passende bezoldiging heeft gekregen voor de detacheringsperiode. Volgende slide, alsjeblieft. Dus, nu zit je voor de interface en hier zie je wat meldingen die verschijnen. En je hebt dan een nieuw verzoek van de lidstaat van ontvangst waar de bestuurder in het verleden in werd gedetacheerd. Dus wat kan die autoriteit u vragen? Opnieuw een bepaalde lijst van documenten die kunnen worden opgevraagd. En u zal zien dat die categorieën ook zullen verschijnen in de interface. Ze kunnen vragen naar de tachograaf bladen voor bepaalde perioden, de continuatienota's, documentatie betreffende de bezoldiging van de bestuurder, dus de loonbriefjes met andere woorden, opnieuw voor die detacheringsperiode, het arbeidscontract van de bestuurder, de tijdsbladen betreffende het werk van de bestuurder en bewijs van betalingen. Dus niet alleen de loonbriefjes, maar ook bewijs dat die bestuurder effectief dat loon heeft gekregen. En dan een kleine disclaimer. Dit is alles wat de autoriteit u kan vragen, maar het kan ook zijn dat ze u dit niet allemaal vragen. Misschien vragen ze alleen maar om de tachograafbladen en de loonbrieven en de continuatiebrieven. Dus als bepaalde documenten niet worden geselecteerd om voor te leggen, dan kan het zijn dat die autoriteit daar gewoon niet om vraagt. Maar ik denk dat alle autoriteiten al deze documenten zeker nodig zullen hebben om de naleving met de detacheringsregels te controleren. Dus wees daarop voorbereid. Volgende slide alsjeblieft. U kunt zich misschien afvragen, hoe lang moet ik daar nu op, of hoe lang heb ik om daarop te reageren op die verzoeken voor documenten? Je hebt 8 weken van bijontvangst van dat verzoek voor documenten. En je kan die documenten één voor één indienen.
En bijvoorbeeld als je al tachografenbladen klaar hebt en als je bijvoorbeeld al het arbeidscontract beschikbaar hebt en je hebt ook de loonbrieven voor de voorbije maanden, dan kan je die al doorsturen en dan kan je nog wachten tot het laatste loonbriefje ook klaar is. En daarom heb je dus 8 weken, want zo kan je er dus voor zorgen dat je alles klaar hebt voor de deadline. En wat gebeurt er dan als je niet voldoet aan dat verzoek? Wanneer je dus helemaal geen documenten indient of maar een deel van de gevraagde documenten indient. Nu, na het verstrijken van die deadline van 8 weken kan de autoriteit van de lidstaat van ontvangst dit vragen van de lidstaat van vestiging na het verstrijken van die 8 weken. Hè. En wat gebeurde dan in dat geval? Die autoriteit van de lidstaat van vestiging wordt daarvan in kennis gesteld, hè, dat je dus niet hebt voldoen aan die verplichting om documenten in te dienen. En dan zal die autoriteit u zeker contact met u opnemen, het zij via de telefoon om te weten wat er is gebeurd. Of misschien gaat die autoriteit zelfs verder en gaat ter plaatse de documenten controleren binnen 25 werkdagen. En die gaat dan zelf die documenten doorsturen naar de autoriteit van de lidstaat waar de bestuurder werd gedetacheerd om te controleren of je effectief hebt voldaan aan de detacheringsregels. Volgende slide alsjeblieft. Op de volgende slide ziet u hier rechter. Wel, dit is echt bedoeld voor jullie die nu vandaag deze tutorial bijwonen. Het werd al gezegd, het is heel belangrijk om te weten hoe deze interface werkt. En jullie zullen ook de kans krijgen om dat even te testen. En hier is het echt bijzonder belangrijk om zoveel mogelijk feedback te krijgen van verschillende spelers, grote, kleine bedrijven, consultants die dat indienen van documenten managen of beheren voor andere bedrijven. Dus heel belangrijk om diverse feedback te krijgen. En we hebben het al gezegd, we gaan die interface op voorhand al beschikbaar stellen. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat u al de lijst van bestuurders zal kunnen indienen die voor uw bedrijf werken. Dus u gaat dan bestuurdersprofielen kunnen aanmaken in het systeem. En u zal ook al ontwerpdetacheringsverklaringen kunnen aanmaken. Dus wanneer u weet dat uw bestuurders bepaalde activiteiten zal doorvoeren in een zekere lidstaat, dan kan je al een ontwerpdetacheringsverklaring opstellen. Maar wat je nog niet zou kunnen doen voor 2 februari 2022 is deze verklaringen indienen. Hè? Want die verplichting die geldt maar vanaf 2 februari 2022. Dus daarvoor kunnen er nog geen verklaringen via die interface worden ingediend. Want anders zouden die niet geldig zijn. Dus dat houdt geen steek. Dus vanaf 2 februari moet je dan alleen nog maar op de knop drukken. En dan ja, het interface systeem is eigenlijk daar wel op voorbereid, op voorzien, zeg maar, om veel mensen tegelijk erop te laten werken. Dus we hebben nu videotutorials met ondertitels in 24 talen over hoe je de interface kan gebruiken en al dat materiaal zal worden vrijgegeven, wordt geplaatst op een speciaal daartoe voorziene pagina met alle relevante links. En daar is dan ook een soort van vragenzone. Dus daar wordt details gegeven over de detacheringsregels, wat is cross-trade en dergelijke meer. Dus zo heb je één centraal informatiepunt. En we gaan dat op de DigiMove website plaatsen. En als je nooit naar die website gaat en je hebt een andere geprefereerde plaats, laat het ons dan weten. Dan kan je het daar ook plaatsen. En er is ook een helpdesk. Dat is ook heel belangrijk voor jullie als exploitanten. Als jullie technische problemen zouden hebben met het systeem.
En ook als jullie andere vragen hebben, als die niet te vinden zijn in de rubriek frequent gestelde vragen. En dan is er ook nog een helpdesk voor de lidstaten. En dan mijn laatste woorden hier is... Kijk, jullie hebben hier een heel belangrijke rol hè, vandaag. Jullie krijgen al deze informatie en ook de presentaties die nog volgen. En we tellen ook echt op jullie om jullie leden op te leiden en informatie te geven over deze nieuwe tools, over deze informatie. Hartelijk dank voor jullie aandacht. En ik kan nu wel wat vragen beantwoorden, maar... Ja, zeker. Alleen maar wanneer die niet aan bod komen, zeg maar, in de volgende presentatie. Dank u wel. Hun hand te laten zakken en dan gaan we verder met de agenda. Ik geef dan het woord aan Nicola Schrieke, hoofd van de sector Digit. Nicola zal nu zijn scherm met ons delen. Goedemorgen iedereen. Ik hoop dat jullie me goed horen. Ja, dat... Het wordt een intense demo van 45 minuten tot een uur. Dus ik hoop dat jullie jullie koffie bij jullie hebben. Want ik zal geen pauze inlassen tijdens mijn presentatie. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie die stellen in de chat. En dan zullen we die aan het einde van de presentatie behandelen. Ik zal duidelijk en langzaam spreken, zodat de vertalers en tolken me duidelijk en goed kunnen volgen. En ik hoop dat jullie van mijn presentatie zullen genieten. Dan zal ik nu mijn scherm met jullie delen. Ja, dan gaan we van start. En dit is de eerste pagina. Ja, die zien we inderdaad. Goed, gaat u verder. Dus dit is de eerste pagina die je zult zien als je... de app opent. Dus dat is de pagina die opent nadat je op de link hebt geklikt, de link die jullie nog zullen ontvangen. Dus dit toont eigenlijk het scenario van de detachering met enkele instructies. Deze site is beschikbaar in alle 24 talen en je kunt dan je taal selecteren. In Engels of Hongaars. Het is nog niet volledig vertaald, maar dat komt er wel nog aan. De twee hoofdopties op het scherm zijn de blauwe knop om een account aan te maken. Dat is het eerste dat je moet doen als bedrijf. Dus je moet een account aanmaken voor je bedrijf. Dat is ook een unieke registratie. Je kan je bedrijf dus niet twee keer registreren. En die tweede link zal je moeten gebruiken als je je bedrijf al hebt geregistreerd en als je gewoon naar je account wil. Dus we maken een onderscheid tussen de gebruikersaccount, je eigen persoonlijke account. Jij als persoon kan dus een lid zijn van verschillende accounts. Dus daar maken we een onderscheid tussen bedrijf en de persoon. Dus als jij een bureau bent dat verschillende accounts wil beheren, dan kan dat. Maar de beperking is wel één account per bedrijf en dan worden de gebruikers daaraan toegewezen en zij kunnen die bedrijfsaccounts beheren. Dus de eerste actie die je moet ondernemen is je account aanmaken. Dus dan klik je op account aanmaken en dan krijg je een disclaimer die aangeeft dat de eerste stap de login is. Dus dan moet je een app downloaden die EU Login heet. Dat is wordt gebruikt voor alle applicaties. Het is een algemene account, dus ik zal jullie even doorheen dit proces meenemen en dan worden we weer teruggestuurd naar de EU Login. Hier kan ik dan mijn e-mailadres ingeven.
Ik zal even proberen inloggen met een testaccount. En ja, zo zal ik jullie tonen hoe dat in zijn werk gaat. Ik ga deze account gebruiken, Dawn John. Dus deze account werd al aangemaakt, dat kunnen jullie dus zien. Ik hoefde die niet opnieuw aan te maken. Dan moet ik mijn wachtwoord ingeven. Als je account nog niet eerder werd aangemaakt, dan ga ik dat ook even, ik ga dat ook even laten zien. Ik ga inloggen met een andere e-mailadres nu. Ja, dus een nieuw e-mailadres, een nieuwe account. Als je voor het eerst inlogt, dan zal je gebruikersnaam niet worden herkend. En dan zal je dit formulier moeten invullen. Het begint met je naam, voornaam, achternaam, het e-mailadres dat je zult gebruiken. Dat moet je dan ook nog eens bevestigen. Dan selecteer je je taal naar keuze en vink je het vakje aan. Dan wordt er een account aangemaakt. Dat duurt slechts enkele minuten. Dus als deel van deze training, stel dat we deze mail niet, die bevestigingsmail niet op tijd krijgen, aangezien we wel aangezien we niet veel tijd hebben, dan ja, ik denk dat jullie de procedure wel begrijpen. Dus je vult dat in en dan zul je een mail krijgen, een bevestigingsmail. Ik zal even kijken in mijn mailbox. Als ik die melding binnenkort niet binnenkrijg, ja, dan gaan we gewoon even verder met een account die al geregistreerd is, aangezien we toch zo weinig tijd hebben. Dus laten we nog enkele seconden wachten tot die mail binnenkomt. Het duurt meestal tussen de 1 en de 5 minuten voor je die bevestigingsmail binnenkrijgt. Maar ja, we hebben geen 5 minuten vandaag. Dus oké. Ik heb nog steeds niks ontvangen. Dus ik ga gewoon opnieuw beginnen en inloggen met een bestaande account, zodat we verder kunnen met de demo. Goed, dus je hebt de e-mail ontvangen en dan ga je verder met het registratieproces. Je komt dan bij dit formulier. Ik zal dat formulier ook even tonen. Ik zal nu officieel inloggen. Dan moet je je wachtwoord ingeven. Dat wordt binnen de EU-applicatie beheerd. Heeft niks te maken met de mobility-applicatie. Als je wachtwoord bent vergeten, dan kan je een link aanvragen om je account opnieuw in te stellen. Je krijgt dan een e-mail en dan kan je je wachtwoord, een nieuw wachtwoord, kiezen. Dus ik ben nu volledig ingelogd en dan krijg ik deze pagina te zien. Dat is het scherm dat ik bij mijn vorige poging had moeten zien toen ik wachtte op die bevestigingsmail. Goed, die EU-login wordt al automatisch ingevuld. Het is gebaseerd op de informatie die ik bij het vorige scherm heb ingegeven. En we zitten nu op de Road Transport Posting Declaration pagina. Dus op de detacheringsverklaring van het wegvervoer. Dus hier, om verder te gaan,
heb ik de mogelijkheid om mijn gegevens te wijzigen. Dat ga ik niet doen. En ik klik op verder gaan. En dan krijgen we dit scherm. Dit scherm zal u kunnen gebruiken om een gemeenschappelijke account aan te maken. Vier delen hier. Het eerste deel gaat over uw bedrijf. Dus ik ga mijn bedrijf aanmaken, de gegevens invullen. Mijn bedrijf heet Transatlas. Het heeft ook een eigen e-mailadres. Het heeft een community license number, dus een licentienummer. Kan je ook ingeven. En deze velden zullen worden gecontroleerd tijdens het proces. Die moeten uniek zijn. Dus als je twijfelt over dit veld, als je niet weet wat je moet invullen, contacteer ons dan. En ja, tik niet gewoon 000 in. Dat zal maar voor één iemand werken. En dan bij de volgende zal dat al in gebruik zijn. En zal dat dus worden geweigerd. Dan een nationale registratienummer van je bedrijf. Ondernemingsnummer dus. En dan je BTW-nummer. Dan kan je je land uitkiezen. In mijn geval is dat België. En dan het adres van je bedrijf. Postcode, stad, en dan kan je opnieuw je land selecteren. Deze twee onderdelen hebben te maken met de transportmanager. Dat ben ik zelf, Don John, 280, @gmail.com, mijn voornaam, achternaam, mijn telefoonnummer. My certificate of professional competence. And the country where I got my certificate. I will put my personal address. En ook het land waar dat gedankje dat attest is uitgegeven. En dan ga ik ook nog een straat- en huisnummer eraan toevoegen. En de stad is dan in Woluwe. Dat is in België. En dat is dus alles. Dus als ik hier op renew klik, dan is mijn account van mijn bedrijf aangemaakt. En na dit proces krijg je een bevestiging dat dat account is aangemaakt. En hier krijg je een herinnering van de volgende stappen. Voor je een bestuurder kan detacheren, moet je de bestuurder toevoegen. En dat is eigenlijk op dit moment het enige wat je moet weten. En dan gaan we verder en dan klik ik hier op Done, gedaan. En dan gaat de applicatie voor het eerst laden. En ik kom nog straks terug op dit scherm. En dit is een scherm dat je op dit moment nog niet moet zien. Dat is een scherm dat u ziet wanneer je al meerdere bedrijven hebt aangemaakt. In deze demo ben ik eigenlijk met een account begonnen dat eigenlijk nooit toegang zou mogen hebben hiertoe. Maar goed, ik kom er later nog op terug. Maar dit is dus de startpagina. Dus hier ziet u het dashboard. En dat gaat dus verder worden ontwikkeld naarmate ik meer dus data invoer. Hè, bijvoorbeeld de lijst van bestuurders. En dan heb je ook nog een tabblad in verband met de verklaringen en in verband met verzoeken voor documenten. En je hebt ook nog shortcuts om in die verschillende rubrieken te gaan schrijven. Het portaal is dus heel eenvoudig. Zoals u kunt zien, er is een balk links. En wanneer daar met uw muis over gaat,
buiten, dan ziet u dus de verschillende namen van de verschillende symbolen. En als u niet vertrouwd bent met het menu, dan kan u ook daarop klikken, bovenaan, op die drie streepjes. En dan kan je dus meer informatie over de inhoud krijgen. En eens je vertrouwd bent met die symbooltjes, dan kan je eigenlijk ook de namen ervan verbergen. Heb je meer ruimte op het scherm en bovenaan in de balk zie je dus de naam van de pagina. En hier zie je nog eens de naam waaronder je bent ingelogd, hè, voor het geval dat je dus kaart hebt voor verschillende bedrijven. Dan weet je precies waar je hier zit. En als je hier op dit pictogram klikt, dan kan je toegang krijgen tot de gebruikersgegevens. Dat is de gebruiker waar je nu mee bent ingelogd. En alle collega's zullen de rol hebben van account administrator. Dus je hebt dan volledige toegang, je hebt alle rechten, je kan wijzigen, je kan eraan toevoegen. Je kan ook opnieuw de taal wijzigen van je aanvraag, van de hele applicatie. Dat werkt dus voor alle nationaliteiten, wordt vertaald in 24 talen. En daar zijn we nog mee bezig met de vertalingen. Eens die klaar zijn, worden die geüpload in het systeem. En dan ga ik nu even kijken naar de verschillende opties. Ik heb het al gezegd, we hebben 6 indicatoren hier op de pagina. Dus dat is nuttig voor je bedrijf. Dus hier zie je alle verklaringen die al zijn voorbereid, maar nog niet zijn ingediend. Hier heb je een lijst van verklaringen die verstrijken in maximum 7 dagen. Dat betekent dat als je een verklaring wil verlengen of hernieuwen, dan heb je nog minder dan 1 week de tijd om dat te doen. En als je die gewoon wil laten verstrijken omdat die bepaalde bestuurder niet meer zal worden gedetacheerd, dan hoef je daar niets mee te doen. En hier heb je dan een lijst met verstreken verklaringen. Dat is een lijst van alle verklaringen die verstreken zijn en niet zijn verlengd. En dan heb je een lijst met nieuwe verzoeken om documenten. Dus dat is waar de bevoegde autoriteiten van de lidstaten contact opnemen met u en u om informatie vragen. En in deze demo gaan we ook kijken naar een geval waar een dergelijk verzoek wordt gesteld. En hier zie je dat je verzoeken om documenten hebt ontvangen, maar dat je nog 2 weken de tijd hebt om die documenten in te dienen voor je te laat bent. Ik wil jullie even aan herinneren dat jullie in totaal 8 weken de tijd hebben vanaf het verzoek om documenten. Ik raad jullie ook aan om zo snel mogelijk te reageren, want hoe meer tijd verloopt, hoe meer documenten je op korte termijn zal moeten indienen. Dat zal ik je ook nog een voorbeeld tonen. En dan verzoeken die waarop laadtijdige is gereageerd. Hè. En daar, dat is, die lijst ziet u hier. En de autoriteit van de lidstaat van vestiging wordt daar dan mogelijkerwijs bij betrokken door de lidstaat van ontvangst. En die lidstaat kan dan aan je eigen lidstaten vragen om die ontbrekende documenten of verklaringen door te sturen. In dit menu heb je ook toegang tot de accountgegevens. Hier kan je dus alle gegevens die je hebt ingegeven in verband met je bedrijf bekijken. Je kan ook die gegevens wijzigen. En dat zal ik je even tonen. Je drukt op de knop bewerken of edit. En dan kan je die gegevens bijvoorbeeld corrigeren. Bijvoorbeeld in het adres. Ik heb hier verkeerde adressen gegeven van Brussel. Dat is dus eigenlijk meer dan 1 gemeente. Hè. Ik woon niet echt in Brussel, maar in Anderlecht, woon onder Brussel. Maar dat is een andere postcode, 1070. Ik verander dat dan. En het is aan jullie om de gegevens van je bedrijven up-to-date te houden. En het kan dus worden beschouwd als een schending van de regels, als een niet-naleven van de regels, wanneer deze gegevens niet up-to-date zijn. Je kan hetzelfde doen voor je transportmanager, wanneer die verandert, wat ook die moet contacteerbaar zijn. En dan kan je die informatie weer opslaan. En dan zie je
eerst en vooral dat er effectief is rekening gehouden met die wijziging en dat er een historiek wordt bijgehouden. Alles wat je doet op het systeem wordt hier bijgehouden. Dus dan zie je hier alle gegevens die zijn gewijzigd. Stel je voor dat je eigenlijk samenwerkte met iemand anders, dan kan je dus eigenlijk altijd terugkijken wat er is gebeurd of waarom bepaalde informatie is gewijzigd. Dus hier hebben we de stad van Brussel gewijzigd naar Anderlecht en de postcode van 1000 naar 1070. Dan kunnen we dat weer kleiner maken en dan... Hier ziet u op het belletje nog belangrijke informatie en daar zie je dus alle meldingen, alle kennisgevingen, dat zijn pushberichten en de wijziging in het systeem zal dan hier verschijnen en ook je collega's zullen dat dan kunnen zien wanneer ze op dat belletje klikken. Daar kom ik later nog op terug. En dan tot slot hebben we ook nog een helprubriek. Dat is nog in ontwikkeling. De bedoeling is hier bovenaan een lijst van 6 of 7 korte video's te voorzien. Wat eigenlijk hetzelfde zal tonen als wat ik jullie nu toon. En dit in een paar minuten. Dus puntje per puntje, thema per thema kan je dus daaruit zien wat je moet doen, hoe je bestuurders moet aantoevoegen, hoe je gegevens invoert en wijzigt en dergelijke. Dat zullen dus interactieve video's zijn. Onderaan vind je dan de lijst met frequent gestelde vragen, FAQ-lijst zoals dat dan heet. En daar kan je dus die verschillende vragen zien en standaard zijn die dus ingevallen zeg maar. Maar je kan het dus uitvouwen, je kan die vergroten en dan heb je dus... ook hier ook nog de gegevens van de helpdesk, wanneer iets niet wordt beantwoord. Als je een bepaalde vraag hebt, dan kan je die vraag sturen naar de helpdesk en dan krijg je van hen een antwoord. Oké. Dan ga ik nu over naar het volgende gedeelte. Dus we hebben nu het eerste gedeelte van het systeem bekeken. En hier zie je dus die meldingen, hè. Hier hebben we 2 pushberichten. Eén is een melding dat ik dus echt bij Portal ben gekomen. Ik werd uitgenodigd door mezelf, ik heb een account aangemaakt. En dan zie je hier ook dat ik zelf het bedrijfsprofiel heeft geüpdate, gewijzigd. En als dit een onverwachte wijziging is, dan kan je teruggaan naar je account en dan zie je precies wat er is gebeurd. En dan gaan we hier naar het gedeelte gebruikersbeheer. Hier ziet u, we hebben op dit moment maar 1 medewerker, mezelf. Ik kan mezelf niet verwijderen. Je hebt op zijn minst 1 actieve gebruiker nodig binnen je bedrijfskamer, zodat we zeker weten dat iemand deze meldingen krijgt en dat iemand binnen het bedrijf ook hiervoor verantwoordelijk is voor het verwerken van al deze dingen. En dan deze rubriek hier, die wordt voornamelijk gebruikt om andere mensen uit te nodigen. En je ziet, hè, de lijst is nu leeg. Ik ga die even vullen en dan geef ik jullie straks wat meer uitleg daarbij. Dus, ik ga nu mijn collega dekkernico280@gmail.com uitnodigen. En ik ga dus verschillende invites, uitnodigingen aanmaken, zodat jullie verschillende functionaliteiten kunnen zien. Je kan ook zelf kiezen in welke taal deze uitnodiging naar je collega wordt gestuurd. We hebben er 24 talen en de collega krijgt dus in om tegen welke taal zeg maar dezelfde informatie. En wanneer je iets kan doen, dan staat er altijd rechts op het scherm. Hè. Dus als er een soort van activiteit mogelijk is op die pagina, dan staat het rechts bovenaan. En dan ga ik mijn andere collega Tommy Dek ook nog uitnodigen. En dan wordt nog eens gevraagd of ik dat wel zeker weet. Ja, dat weet ik zeker. En dan zie ik nog even een andere uitnodiging.
Nu, het moeten wel geldige e-mails zijn. Dus als je een fout maakt en je probeert iets door te sturen, dan zal het systeem je zeggen dat het geen geldige e-mailadres is. En telkens krijg je weer een bevestigingsbericht. Je zegt daar dan ja op. En ik heb er al 4. Ik ga er nog eentje aan toevoegen. Hier, en dan nog een laatste. Hier aan gmail.com. Oké. Nu, deze e-mails zijn nu al verstuurd. Als een van de collega's zal zeggen van kijk, dit vind ik niet terug in mijn systeem, dan kan je hierop klikken. Hè. Het is niet een echt pictogram, maar dan betekent dat dat het opnieuw wordt gestuurd, die uitnodiging. Zo je zal zien dat het dan helemaal bovenaan in de lijst terechtkomt. En dat wil zeggen dat het dus opnieuw is gestuurd. En je hebt hier de status verstuurd bij. En hier zie je dan de evolutie van deze tabel. Hè. Hier kan je de volgorde waarin het verschijnt aanpassen. En onderaan zie je dan de pagina's. Hè. Dat kan ook veranderen naarmate er meer informatie komt in te staan. Ik heb op dit moment 6 punten hier in deze lijst. En op dit moment worden er 5 getoond per pagina. Dus ik kan er ook voor kiezen om 10 per pagina te tonen. En dan moet ik gewoon deze indicator even verhogen. Dan zie ik 10 per pagina. Ik heb er 6, dus dan zie je ze allemaal tegelijkertijd. Ik kan ook een uitnodiging wissen of verwijderen wanneer ik daar een fout heb begaan, bijvoorbeeld deze. Dan krijg je een bevestiging. Wil je dit doen? Want je kan dit niet meer ongedaan maken. Goed, ik bevestig. En dan nog een andere functionaliteit die je overal zal vinden. Als je... Ja, je hebt altijd een zoekmogelijkheid op een vrije tekst, zeg maar, wanneer je niet direct iets vindt. Dus dan kan je hier een paar cijfers of letters invoeren, bijvoorbeeld Gmail kan. Dan kan je gaan zoeken op Gmail domein, dus je ziet dat er maar 2 zijn voor Gmail. En wanneer ik mail invoeg als zoekterm, dan krijgen ze het allemaal. Want jij hebt er dus 5 die naar mail en een paar naar Gmail is gestuurd. Dat begrijp je wel. En ik zie hier nog altijd maar 1 gebruiker. Dus nog niemand heeft de uitnodiging aanvaard. En als we straks nog tijd hebben, en dan zal ik u ook nog tonen wat het verdere proces is voor diegenen die zijn uitgenodigd. Hij is min of meer hetzelfde als wat ik zelf heb gedaan. Je krijgt een link via e-mail. Je moet dan op de knoppen klikken. En dan kom je dus in die applicatie terecht. En dan moet je je inschrijven, aanmelden. En dan moet je je profiel bevestigen. En dan zit je dus in de applicatie. En dan kom je op deze startpagina terecht. En dan ga ik nu naar de vierde rubriek. Er zijn ook vragen in de chat over de rol van de uitgenodigde gebruikers. Misschien kan je daar iets over zeggen. Alle gebruikers zijn volledige administrators, beheerders van de account. Dus het is uw verantwoordelijkheid om de juiste mensen uit te nodigen. Dus jullie kunnen allemaal alles doen. Jullie kunnen zelf verwijderen of wissen, bijvoorbeeld als er meerdere gebruikers zijn en je gaat op een bepaald moment met pensioen en je bent verantwoordelijk voor de klanten en gegevens als account eigenaar, dan moet je dus je eigen gegevens gaan wissen. En als een gebruiker ook niet meer nodig is, dan moet die ook wissen. Elke gebruiker kan verklaringen indienen, intrekken, wissen. Dus iedereen heeft de volledige gebruiksrechten. Dus dat zie je, hè. Dat heb ik getoond toen ik naar mijn eigen profiel ging. Alle gebruikers worden als accountmanagers zouden zien. Dus terug naar hier.
Dus hier heb je weer een aantal kolommen. Je kan op, daarop gaan klikken en dan bepaalde volgorde instellen. Nu kijk, die eerste. Met de eerste kan je de gegevens van de bestuurder invoeren. Dat duurt een aantal seconden. Dus je moet eerst een intern referentienummer invoeren. Dat kan het cijfernummer van je eigen databank zijn. Wanneer je dat wil behouden. Maar je kan dit veld ook gewoon negeren als je dat niet gebruikt. En ik stel een bestuurder voor die uit Roemenië komt, dus een Roemeense bestuurder. Mijn bestuurder heet Yunus. Yunus. En er staat hier een fout, maar het wordt, het is eigenlijk een T met iets eronder en dat is een teken dat niet als Latijns teken wordt erkend. Wat is een Latijns teken? Dus dat is wat we normaal gezien gebruiken, hij hoeft met een kleine letter, dus Yunus wordt niet door het systeem erkend als een geldig Latijnse naam. En nee, het ziet eruit als een T, die laatste letter, maar er zijn een aantal talen met tekens die niet bestaan in andere talen. En soms is het dan wel moeilijk om dat te lezen. Dus we raden jullie aan om de niet-Latijnse naam hier in dit veld in te voeren. En je kan het hier dus ook in de Latijnse tekens invoeren wanneer dat van toepassing is. En dan ga ik verder met de familienaam. Familienaam is teken, dat wordt intussen aanvaard door het systeem van Latijnse tekens. Ik ga hier ook nog een geboortedatum aan toevoegen, geboren in 1993 op 17 juli. E-mailadres voer ik hierin. Nerot.dk@transatlas.be. En dan moet hier ook het nummer van zijn rijbewijs worden ingevoerd. Dus D1234-1298. En ook zijn tachograafkaart moet hier worden ingevoerd. Dat bestaat uit 16 tekens. Dus als ik hier niet alle tekens invoer, dan krijg je een waarschuwing dat het niet geldig is. Dat is geen geldig nummer. Dus ik moet dat aanvullen. En dat is nu een geldige code. En dan moet ik ook nog identiteitskaart of paspoort invullen. Ik heb hier twee opties waaruit ik kan kiezen. Ik kies hier voor identiteitskaart en dan moet ik hier het nummer invoeren. En dan moet ik ook nog datum van uitgifte erbij opnemen. Dat staat dus op het document. En het is een kalender. Hè. Je moet ook een vervaldatum. En de vervaldatum is verplicht, maar op bepaalde documenten staat er geen vervaldatum. En je kan dan gewoon precies hetzelfde invoeren als zeg maar voor de uitgifte datum. Dat is geen probleem. Maar, ik ga je een voorbeeldje maken. Nee, 1 april 2017 ingeven is geen probleem. Dus dan land van de uitgifte. Mijn bestuurder is een Roemeen, dus Roemenië is hier het land. En dan moet je hier nog zijn adres gaan invoeren. Postcode. En hij woont in België. Hij heeft een arbeidscontract met ons ondertekend op 1 december, volgens Belgisch recht.
En dan krijg ik de vraag, ben ik het zeker, klopt dit? Dan zeg ik ja. En het duurt ongeveer een minuut, 30 of 30 seconden minuut per bestuurder. Maar dat, je kan ook en masse eigenlijk informatie uit je eigen systeem gaan uploaden. Hier heb je een schabloon, je weet het, hè, de actie die je kan doen, dat verschijnt altijd rechts op het scherm. En dan kan je daar op wat klikken en dan krijg je een Excel-file. Gaan we even openen. Je moet op een bepaald moment erop gaan. En dat verschijnt nu op mijn ander scherm, dus dit Excel-bestand is heel eenvoudig, precies hetzelfde scherm als je daarnet hebt gezien. Je hebt hier een voorbeeld dat je even kan bekijken en hier heb je dan de verschillende details en de uitleg in alle talen. En hier kan je dus de volumen gaan controleren, dus de technische naam, wat dat precies betekent. Hè. En je kan ook zien of die informatie optioneel of verplicht is. En je kan ook zien in welke vorm dat moet worden doorgegeven. ISO-code, tekens per landcode en dan data. Datumformaat is jaar, maand en datum of dag. En als je dit schabloon wil gebruiken, ja, dan moet je alle andere tabs gaan deleten, gaan wissen, maar je kan dan eigenlijk zoveel keer als je wil het definitieve schabloon gebruiken. En hier heb je dan, ik ga het gewoon even tonen, een formulier dat ik al heb voorbereid, een aantal bestuurders. Ik ga ook gewoon wat fouten in insteken. Dus, normaal gezien mogen er uiteraard geen fouten in zitten, maar dat ga ik nu gewoon even doen, zodat jullie kunnen zien hoe het systeem zal reageren in dat geval. Oké. Ik heb hier dus een aantal bestuurders. We hebben het systeem zo opgezet dat je 2500 bestuurders in één keer kan invoeren. En dat zal ook moeten volstaan. En als je zeer veel meer bestuurders hebt dan 2500, laat het ons gewoon meten. En dan kunnen we dit aanpassen in het systeem, zodat er meer kunnen worden ingevoerd. En hier toon ik even valt in de datum, bijvoorbeeld wanneer je niet de juiste datum voor hebt gebruikt. Of bijvoorbeeld wanneer je hier bij het e-mailadres een ad hebt vergeten te vermelden. Ik ga het even opslaan. En dan kan ik de bestand opnieuw slepen en laten vallen. En dan krijg je dus een melding van de fouten. Het wordt dus wel gedetecteerd door het systeem, maar die fouten worden dus gemeld. Hè. Eén e-mailadres is geen geldig e-mailadres en voor een bepaald datumveld werd het verkeerde format gebruikt. Dus je ziet welke fout er is gedetecteerd en ook waar die zich bevindt. Dus ik ga nu snel die twee foutjes verbeteren. En ik kan u wel zeggen dat we waarschijnlijk wat langer nodig hebben dan voorzien zijn, of iets later dan vorige keren begonnen. Dus ik ga nu gewoon die twee elementen corrigeren. Ik ga het weer zetten zoals het er oorspronkelijk stond. En dan ga ik nog eens opslaan. Normaal gezien zullen er geen fouten meer zijn. En dan kan ik het ofwel gaan slepen en laten vallen of gewoon selecteren. Ik ga even doen.
Dus als ik op browser klik, dan gaat mijn browser open en dan kan ik er klikken en dan staat het gewoon open. En nu zijn de data met succes gevalideerd, zoals je kan zien. En dan klik ik op upload en dan zie je 21 bestuurders, dat is de vraag, 21 bestuurders uploaden en druk je op ja. En dat duurt dan even. Dus probeer niet duizenden bestuurders te gaan uploaden in de trainingomgeving, want die training, de opleidingsomgeving is net iets kleiner dan de effectieve productieomgeving, maar we gaan het sowieso opschalen, dus dat je wel die ervaring kan opdoen. Hè. Hier kan je dus in het zoekveld allerlei dingen gaan opzoeken, bijvoorbeeld wanneer je alle GUX wil vinden of alle units. Dus, en nu ben ik helemaal klaar om een verklaring aan te maken. En dat is ook iets wat ik u hier wou zeggen. Je kan dus bestuurders wissen die je niet meer gebruikt. Dus dat zou ik ook aanraden wanneer je niet meer werkt met bepaalde bestuurders. Want vergeet niet de AVG, GDPR. Hè. Je mag alleen maar die gegevens behouden die absoluut noodzakelijk zijn. Je mag niet te veel persoonsgegevens behouden van mensen die niet meer worden gedetailleerd. Nu, eens iemand gedetacheerd is, kan je het profiel niet meer wissen tot 1 jaar na einde van de detachering. Want in die periode kan nog altijd een controle worden gedaan. En volgens de GDPR, volgens de AVG, mag je die gegevens 1 jaar bijhouden, omdat dat nog altijd nodig is. I go to my declaration section. As we can see, this is exactly same look and feel. There is actually one button here. We have advanced filters. So once I will have some declarations, I will. Dus we hebben geavanceerde filters. Dus je kan filteren op verschillende parameters, dus bijvoorbeeld verlopen, dat de postperiode verlopen is, of je kan specifiek filteren op een bestuurder, op een land, op het type transport en ook start- en einddatum van de post. Dus ik ga nu een verklaring aanmaken. Dat is het belangrijkste deel en eigenlijk de reden waarom we hier vandaag zijn. Dus er zijn eigenlijk weinig elementen die je moet invullen, zoals jullie kunnen zien. Ten eerste moet ik het land uitkiezen. Bijvoorbeeld, ik kies Spanje uit. En dan moet je de detacheringsperiode aanduiden. Het begint vandaag en we zullen zeggen dat die over 2 maanden afloopt. En de maximumperiode is 6 maanden. En waar je data niet langer kan selecteren, zullen die in het grijs aangeduid staan. Als je dan verder probeert te gaan dan 6 maanden, dan zal het systeem dat verhinderen. En dan zullen die grijs gemaakt zijn. Selecteer dan het type operatie, goederentransport. En dan de nummerplaat van het voertuig. Dus we hebben een vraag gehoord over waarom je die voertuigen zou willen linken aan de nummerplaten. Wel, stel je hebt 1000 voertuigen in beheer en je probeert 1 nummerplaat te vinden binnen die 1000 voertuigen. Ja, dan kan je dat gewoon intikken en uiteindelijk volgen wij de aanbevelingen en na de gesprekken met de expertengroepen hebben we beslist om die functie niet te implementeren, zodat jullie heel veel nummerplaten kunnen
toevoegen. Ik heb er hier makkelijk 4 in kunnen vullen. En ik zal jullie later tonen hoe je die kan hergebruiken. De naam van mijn bestuurder dan is Younout. Wanneer de bestuurder geselecteerd wordt, dan worden de gegevens opgehaald van die bestuurder. Je moet daar niks intikken. Je ziet daar alle gegevens over je transportmanager, over je bedrijf, over de bestuurder. En dan kan je nog een contactpersoon ingeven. Als je dat niet wil, dan kan je aanvinken hetzelfde als mijn transportmanager en dan ben je klaar. Dus op 10 seconden tijd is die verklaring ingevuld. Dit is mijn eerste verklaring. Dus dit is nog niet definitief. Je kan daar nog op klikken en dat dan bekijken in de view-modus. En alle gegevens worden dan opnieuw getoond en die kan je dan indienen. Dus alles wordt ook opgevolgd. Ik kan dat dan indienen. Als ik daar nu op klik, dan zal deze verklaring beschikbaar zijn voor de lidstaten, de bevoegde lidstaten, waar mijn bestuurder zal gedetacheerd worden. Dus ziet hier dat de status veranderd is, is ingediend nu, mijn verklaring. En ik wil jullie ook tonen hoe ik mijn bestuurder in verschillende landen kan detacheren. Wat, zoals jullie aangaven, soms het geval is. Dus die gegevens kunnen dan simpelweg gekopieerd worden. Dat hebben we voor jullie zo ontwikkeld. Je kan daarop klikken, kopiëren, gegevens kopiëren. Ik zal toen van de verklaring zelf de gegevens hier. Dus dit veld gewoon invullen. De detacheringsdetails. Alles is hetzelfde, maar behalve het land is dan gewijzigd. Niet Spanje, maar Portugal. En dat is dan het enige land wijzigen. Je klikt op ja. En dat is het indienen. En je bent klaar. Dus dan heb ik nu 2 verklaringen, eentje voor Portugal en eentje voor Spanje. En als ik klaar ben, kan ik dat ook gewoon indienen. Nu heb ik 2 ingediende verklaringen. Ik kan u vragen, wel, mijn bestuurder zal in Portugal samenwerken met een collega. Ik moet een verklaring indienen voor die collega. Dus dan kan je die verklaring openen. Je kan die dan gaan wijzigen. Nee, niet wijzigen. Ik zal wijzigen zo dadelijk tonen. We openen de verklaring voor Portugal Younout. We kopiëren de verklaring. Ik zie opnieuw alle details, alle gegevens ingevuld. Het is opnieuw voor Portugal. Normaal gezien moet je dat niet opnieuw selecteren. Zelfde land, zelfde periode. Maar niet dezelfde bestuurder. Dezelfde nummerplaten wel. Daar moet ik ook niks invullen. En daar moet je gewoon Craig Grant heb ik gekozen, de nieuwe bestuurder invullen. Opnieuw, alle gegevens van Greg worden opgehaald en ik kan gewoon verder klikken op aanmaken. Ja. Ik heb nu een 3e verklaring aangemaakt die ik ook kan indienen. Ik heb nu 3 ingediende verklaringen. Ik ga er nog 1 aanmaken, gewoon nu. Ja, omdat het kan en omdat het leuk is. Dus ik ga de gegevens opnieuw kopiëren. En die wordt gedetacheerd naar Hongarije. De periode gaan we ook wijzigen. Dat zal na, wanneer de eenheid terug is met deze vrachtwagen, die zal dan werken van maart tot juni. Ik weet dat het internationaal vervoer zal zijn. Cabotage, nog steeds goederentransport. En we gebruiken ook dezelfde nummerplaten, eentje die hij niet zal gebruiken. En je weet nu hoe dat werkt, ook met de bestuurders. En zo, ik zal die behouden als ontwerp. Niemand kan die dan zien, die verklaring, behalve mijn collega's. Geen nationale concurrent. Dus deze
verklaring is nog in draft, in ontwerpmodus en is enkel zichtbaar voor jullie account. Een ingediende verklaring krijgt dan een QR-code toebedeeld en die QR-code komt overeen met het verklaringsnummer. En het is eigenlijk een veiligheidssleutel die zal verhinderen of voorkomen dat iemand met slechte bedoelingen toegang krijgt tot je gegevens. Dus enkel de personen die deze documenten of een digitale versie daarvan in handen heeft, heeft die code en kan dus toegang krijgen tot de verklaring. Bij het scannen van deze code kom je dan op die gegevens, in de gegevens terecht. Als je iets wil wijzigen in de verklaring, dan zal dat ook op de scanner van de inspecteur getoond worden. Je kan de verklaring ook uitprinten. Dan klik je op afdrukken, op verklaring afdrukken. Er zal een PDF worden aangemaakt hier onderaan mijn scherm. Die zal zo dadelijk openen. En we werken nu en een nieuwe functie zal de verklaring laten verstuurd worden naar de driver. En dan zal je met één klik de verklaring kunnen versturen naar het e-mailadres van je driver. Dus hier zien we dat op het scherm, de QR-code, het nummer. We weten ook precies wanneer die voor het laatst gewijzigd werd. Dus wanneer je gedetacheerd bent voor deze periode, dus tot februari, tot eind februari en eind januari, wordt de bestuurder gearresteerd. En de laatste update was op hetzelfde uur als de controle. Ja, dan kan de politie daar, dan kan die dat verdacht vinden. Wanneer je dat op het laatste moment gewijzigd hebt voor de controle. Dus ja, dat is gewoon iets waar je rekening mee moet houden. Ze zien wanneer die laatst gewijzigd werd, niet wat er gewijzigd werd. Deze gegevens moeten bijgewerkt worden wanneer nodig. Dus ook de identificatie van de bestuurder, de gegevens van het bedrijf. En ze hebben ook toegang tot de details van de transportmanager, of tot de gegevens. Dus dit is een voorbeeld van een verklaring die al ingediend werd. Hier is er een probleem met de motor van het voertuig. Dus die moet met een nieuwe vrachtwagen gaan werken. Dan kan je gewoon de nummerplaat van dat nieuw voertuig toevoegen. En dan zit je goed bij een controle. Dus dat is het. Het systeem zal daar verder rekening mee houden. De verklaring stuur je dan best opnieuw naar je bestuurder, zodat de bestuurder ook de nieuwste versie op zijn telefoon of in zijn mailbox heeft. En zo kunnen ze de verklaringen, wanneer die gescand wordt, kunnen ze ook zien dat die gewijzigd werd. Maar ik denk dat dit geen probleem zou moeten opleveren. Dus dan zal ik nu tonen hoe je de verklaring tegenhoudt. Dus bijvoorbeeld Craig Grant gaat niet langer naar Portugal. Dit werd geannuleerd. Dan kan ik de verklaring gewoon openen en kan ik die annuleren. Ja, ik wil die annuleren. Dat kan je niet meer ongedaan maken. Dus opgepast, dan bestaat die verklaring niet langer. Dus zorg ervoor. Ja, dan stel je voor de bestuurder wordt gearresteerd, krijgt een controle. En die zal dan zien, als dat gescand wordt, dat die is geannuleerd. Ja, het spijt me voor de tolk. Ik denk dat ik snel aan het praten ben, maar we zijn wat over tijd aan het gaan. Dan wil ik jullie nog iets tonen. Dan gaan we naar de eenheden van de, naar hier dat veld van de verklaring. We zien hier dat het adres van mijn bestuurder niet langer correct is. Hij woont niet in Brussel, maar hij woont in Anderlecht. Dus opnieuw moeten we al die verklaringen veranderen, allemaal bijwerken, zodat de informatie daarop correct is.
Dus ik kan naar mijn bestuurders gaan, Yunus zoeken met mijn snelle filter en kan ik zijn informatie snel bijwerken, snel wijzigen. Dus zijn adres gaan wijzigen hier in dit veld en hier ingeven dat het 1070 Anderlecht moet zijn. Hij is verhuisd of je hebt het verkeerd begrepen. Dus oké, je valideert de veranderingen, bevestigt die wijzigingen. En alle huidige, alle actieve verklaringen zullen die verandering automatisch ook opnemen. Dus dat geldt ook voor de transportmanager of voor het bedrijf. Als die gegevens worden gewijzigd, op het moment dat die gegevens worden gewijzigd, zullen alle lopende verklaringen ook gewijzigd worden. En ook alle verklaringen voor de toekomst. Dus de veranderingen zullen daarin worden opgenomen. Daar hoef je niks meer voor te doen. Opnieuw zien we dat er een wijziging is gebeurd. Als we klikken op de gegevens van de verklaring, op de details van de verklaring, dan zien we hier dat die gewijzigd werd of dat die bijgewerkt werd. Ik denk dat ik dan alle gevallen heb behandeld. We kunnen die ook verwijderen. Dus wanneer de verklaring is ingediend, kunnen we die ook nog verwijderen. Klikken we op verwijderen en op bevestigen. En dan kan je naar je verklaring gaan en je kan de periode uitbreiden. Dus binnen de beperking van de 6 maanden dan wel. Dus ik kan bijvoorbeeld 2 maanden uitbreiden, 2 maanden verlengen en dan op bevestigen, ja. En dat is het. Dan ga ik nu terug naar mijn homepagina, naar de thuispagina. En daar zie ik dan alle relevante informatie. Het duurt enkele minuten. We zien hier, je moet even de pagina vernieuwen. Dus dat ga ik nu even doen, op vernieuwen klikken. Het duurt wel een aantal minuten. Het is een pushmechanisme voor de efficiëntie. En het zou wel kunnen dat het er nog niet staat, dat het nog niet is bijgewerkt. Maar nu zien we het. Ik heb nog steeds 1 ontwerp, 1 draft. Dus dat klopt, 1 verklaring. Dan geen verklaringen die zullen aflopen, geen afgelopen verklaringen. Ik heb 2 nieuwe aanvragen voor documenten ontvangen. Dus terwijl we aan het spreken waren, terwijl ik aan het spreken was, heeft de nationale autoriteit mijn documenten bekeken. En zij hebben 2 aanvragen ingestuurd voor documenten. Ik zie nu in deze grafiek hoeveel aanvragen er werden ingediend en ook de status van mijn verklaringen zie ik hier in een grafiek weergegeven. En dan hier ook een diagram, een taartdiagram, dat laat zien welke bestuurders momenteel gedekt zijn door een verklaring. Dan ga ik opnieuw naar het overzicht. Ik heb verschillende manieren om naar die documenten te gaan. Ik kan daar op aanvragen klikken of hier op aanvragen klikken of bij het diagram op de aanvragen klikken. En ik zie hier dat ik 2 berichten heb ontvangen. 1 bericht van Spanje en 1 bericht van de Portugese instanties. Dus het gaat over mijn bestuurders, UNOT. En ik zie hier wat ze eigenlijk van mij willen. Ik zie dat ze mijn vrachtbrief willen en mijn loonfiches voor de periode van 18 oktober tot 16 december. Dus ik klik op details bekijken om te bekijken wat ze willen en welke informatie ze van me verlangen. Dus ik zie hier 2 secties, 2 onderdelen. Dit kan ik delen. Dit kan ik openen, liever nog geen document beschikbaar. Ik zal dan even in mijn computer gaan zoeken naar het document. Ik zie hier de CMR, die upload ik. En ik geef aan over welke periode het gaat, van 1 november tot vandaag. En
Ik schrijf daarbij, heer, vindt u mijn CMR? En dan klik ik op uploaden. Dit document verschijnt hier dan en werd nog niet verzonden, dus het is nog steeds opgeslagen als ontwerp. Het bestaat nog niet. Om het te verzenden naar de bevoegde instanties, kan ik hierop klikken. Verificatie versturen. Dus je krijgt dan hier een disclaimer. Eens dat het verstuurd is, dat je dat niet kan ongedaan maken. Als je... dus als je dat uploadt, dan moet je communiceren met de autoriteiten. Als het het verkeerde document was, dan moet je hen dat zeggen. Moet je zeggen, excuses, ik heb het verkeerde document geüpload. Ik ga dat corrigeren. Dus hier verstuur ik mijn vrachtbrief. Alle documenten betrekkende deze vrachtbrief werden verzonden, zien we hier. En dan kan ik hier ook de loonbrieven uploaden. Ze vragen de loonbrieven voor oktober, november en december. Dus wat ga ik doen? Ik ga oktober uploaden. Waar is mijn loonfiche voor oktober? Hier. En dan de datum, de periode 1 oktober tot eind oktober. En dat is de loonfiche. En dan upload ik dat en dan nog een ander document. Ik selecteer hier de loonfiche van november. 1 november tot eind november. Uploaden. Dus zoals ik al zei, kan ik dat ook weer verwijderen. Ja. Zo. Dus ik heb november verwijderd en ik kan mijn documenten nu verzenden. Dus een deel van de documenten van oktober, dat is het document dat ik in het systeem heb. Ik kan nu opnieuw documenten uploaden. November. En ja, ik zal gewoon twee... willekeurige data selecteren om tijd te winnen. Maar doe dat wel correct wanneer jullie dit doen. En dan zie ik dat er 1 ingediend is en dat november nog niet is ingediend. Ik kan dat nog verwijderen. Wat kan ik verder doen? Ik kan het verzenden. Zodra ik het heb verzonden, het laatste document dat werd aangevraagd, dan wordt dat aangegeven als laatste document dat werd aangevraagd. Dus deze aanvraag is, daaraan is nu voldaan. En ze hebben gevraagd om ook december te voorzien. Dus op 16 december heb ik die loonfiche nog niet. Dus dan kan ik een bericht sturen naar de nationale instantie. Selecteer ook de juiste taal. Want die taal zal gebruikt worden door de vertaler voor de vertaling. Oké, dus ik geef even aan dat ik niet aan hun aanvraag kan tegemoetkomen en even kijken hoe ze daarop zullen reageren. Ik moet wachten tot dat die fiche beschikbaar is. Ik kijk nog even naar de andere aanvragen, want we hadden er 2 ontvangen. En ik zie hier dat dat voorzien is, dus provided. Dat wil niet zeggen dat ik aan alle vereisten heb voldaan, maar het wil wel zeggen dat ik documenten heb ingestuurd. Maar de bevoegde instantie zal nog een reactie geven. Dan Portugal. Ze vragen dus... we bekijken de aanvraag. Ik heb de tachograaf uittreksels nog niet, dus ik kan dat nog niet... Ik kan dat nog niet overhandigen of indienen. Dus even kijken waar het over ging, zodat ik ook precies weet hoe ik deze tachograaf kan vinden. En ik bekijk mijn meldingen.
En daar zien we in de meldingen dat er een bericht werd toegevoegd aan de aanvraag door mezelf en dat ik de documenten heb aangeleverd. Dus de aanvraag voor documenten. Hier even kijken of er een update is. En ik zie dat ik een melding heb gekregen van de bevoegde instantie in Spanje. En ze hebben gezegd dat ze begrijpen dat ik de loonfiche voor december nog niet kan leveren. En ja, dat het succesvol werd ingediend. Dus dat ik dit ontbrekende document ook niet meer moet leveren. Dus ik denk dat dat het einde is van mijn presentatie. Ik kijk even in mijn notities. Ja, dat was het. Dus dan ben ik nu beschikbaar voor vragen. Ja, ik wil even zeggen dat we vertaling hebben tot 12:30. Dus nog 12 minuten. We hebben wat vertraging opgelopen. De tolken die blijven nog tot 12:30. Dus we hebben nog 12 minuten voor vragen. Ik zie geen opgestoken handen. Dus dan kunnen we misschien enkele vragen in de chat gaan behandelen, Nicola. Ja, ondertussen zie ik toch wel een vraag, Eva. Ja, het gaat over... moeten alle bestuurders een e-mailadres hebben? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet verplicht. Je bent zelf vrij. Het staat je vrij om de e-mailadressen van de bestuurders te gebruiken of niet. Maar het kan je leven wel vergemakkelijken als je een verklaring wil indienen. En als de bestuurder niet zal terugkomen, als je geen papieren versie kan verzenden, dan kan het een makkelijke manier zijn om de verklaring naar je bestuurder te verzenden. Maar dat is niet verplicht. Het is gewoon een optie die wij beschikbaar maken om jullie het leven makkelijker te maken. Dan een vraag in het Italiaans over WhatsApp. Of het mogelijk is om een optie toe te voegen om dat via WhatsApp-bericht naar de bestuurder te verzenden. Dus even wat uitleg daarover. Hoe kan de bestuurder die verklaring ontvangen? Nicola of Ines? Kan u de vraag even herhalen? Ja, of het mogelijk is om een optie toe te voegen waarbij de verklaring via WhatsApp naar de bestuurder wordt verzonden. Oh, oké. We zijn nog niet verbonden via WhatsApp, maar zoals jullie hebben gezien, kan je de verklaring exporteren of printen en daar kan je dan mee doen wat je wil. Je kan die via e-mail, via WhatsApp, via Messenger en dergelijke verzenden, maar dat zal je dus zelf moeten doen. WhatsApp is niet geïntegreerd in de app op dit moment. Ja, ik probeer even de vraag te overlopen. Ik zie hier nog een vraag uit Polen over de verlenging van de verklaring. Als de verklaring zal aflopen in bijvoorbeeld 5 dagen, kunnen we daar dan op klikken en de geldigheid verlengen? Of moeten we een nieuwe declaratie, nieuwe verklaringen aanmaken? Ja, ik heb dat getoond in de demo. Je kan die verklaring verlengen. Dat kan je doen voor een verklaring zolang die nog niet verlopen is. Dus wanneer deze verklaring nog geldig is, dan kan je daar op eender welk moment naar terug gaan, op klikken. En als je dan klikt op de meldingen, 2 verklaringen zullen aflopen, daar kan je dan op klikken. Je kan dat wijzigen en de einddatum veranderen, bevestigen dat alles in orde is. En dat is alles. En als de verklaring wel al afgelopen is, dan moet je wel een nieuwe verklaring aanmaken. Dan nog een vraag, Nicola, zodat iedereen dat goed begrijpt. Hè. Als de verklaring 6 maanden duurt, dus de maximale periode dekt, kan je dat dan verlengen? Nee. Dus wat je makkelijk kan doen, dat hebben we gezien, je kan die makkelijk kopiëren. Als dezelfde informatie gebruikt wordt, dan kan je klikken op kopiëren en dan krijg je dezelfde verklaring. Dan kan je de eind- en startdatum veranderen en
dan heb je alsnog dezelfde gegevens, dezelfde informatie. En ja, dat duurt ongeveer even lang als een bestaande verklaring wijzigen. En dan krijg je een nieuwe die opnieuw 6 maanden geldt. Oké, ik denk dat dat een belangrijk punt is. Als je werkt met een verklaring van 6 maanden, dan moet je een nieuwe aanmaken, maar niet van nul beginnen. Dus dat, ik denk dat dat iets heel goeds is. Zo kan je alles goed nakijken. Heb je de juiste nummerplaten, de juiste informatie? En dat duurt maar enkele seconden. Je kijkt dat na, dan klik je op valideren, indienen en dan is dat verzonden. Ja, dan over die lijsten van tracks. Ik zou niet aanraden om 100 tracks in te vullen per bestuurder. Dan zou die verklaring 20 bladzijden lang zijn. En dan zou de inspecteur zoveel tijd daarin moeten steken om uit te zoeken waar de juiste nummerplaten staan. Dat zou ik niet aanbevelen. Maar als je vaak werkt met 4, 5, 6 vrachtwagens. Ja, dat past echt wel in op het scherm. En dan kan je deze verklaring hergebruiken. En deze nummerplaten hergebruiken. En kan die linken aan de bestuurder. En ik denk dat dat ook de vraag over de nummerplaat behandelt. Deze functie hebben we nog niet geïntegreerd. Maar als je deze nummerplaat hebt ingegeven voor een bestuurder, dan kan je die daarna makkelijk hergebruiken. Dank je wel aan iedereen, aan alle deelnemers die ook vragen hebben gesteld, persoonlijk of in de chat. We hebben de chat ook opgeslagen en dan gaan we kijken of er bepaalde vragen niet aan de orde zijn gekomen. Weet ook dat u de presentatie zal doorgestuurd krijgen. De presentatie die bij het begin van de opleiding is getoond. Jammer genoeg moeten we nu afsluiten, want we hebben maar het tolken tot 12:30 voorzien. De video van deze sessie is opgenomen, zal nadien ook worden gepubliceerd en via verschillende kanalen zullen we u laten weten waar u die videoopname zal kunnen vinden. Dat is nog niet meteen beslist, maar het zal dus via verschillende kanalen gebeuren. Dus EWA en de Europese Commissie zal zeker ook deze informatie krijgen. En we gaan ook via de e-mails die we via jullie aanmeldingen hebben gekregen met jullie gaan communiceren. Als er iemand niet eens is met het publiceren van deze videoopname, laat het ons dan zeker weten. Dit gezegd zijnde wil ik onze spreker van vandaag, Eva, Ines en Nicolas, van harte bedanken voor het geweldig goede werk en voor het feit dat ze toch wel traag hebben gepraat ten behoeve van de tolken. Ik wil ook al onze tolken bedanken en onze deelnemers voor hun actieve deelname. Dit gezegd zijnde, hierbij wil ik jullie nogmaals bedanken. Nog een heel fijne dag gewenst en wij houden contact voor verdere communicatie. Hartelijk dank.